In september hebben we alle scholen in Nederland uitgenodigd om deel te nemen aan het project School met de Appel. Een project wat ik samen met mijn drie mannen geschreven heb tijdens mijn herstel van borstkanker. We vinden het heel belangrijk dat kinderen in Nederland een gezonde basis aan voeding krijgen. Nou, ja, wat is de beste plek om te leren een gezond patroon te kiezen, is op school. Het is heel belangrijk naar ons idee dat je er zelf voor kiest, samen met je ouders, verzorgers en met leerkrachten, dus degene die je voorbeeld voorleven. Ga voor gezond. Dus wij zeggen van, goh, scholen, doe mee. Teken met je leerlingen een groen contract waarin je afspreekt, we gebruiken alleen gezonde hapjes en we kiezen voor gezonde tractaties. Is heel de school mee, meld je aan als School met de Appel en je ontvangt een heel leuk gevelbord. Waaruit blijkt van, hé, wij staan voor gezond, wij gaan voor onze leerlingen. Dus ja, om de actie te promoten zijn mijn drie mannen, Tenno, Stan en Arthur, en ik vertrokken op 1 oktober in Breskes. Om in een maand tijd zoveel mogelijk aandacht te trekken voor het project. Het gaat goed. Het is reis op een gegeven moment echt een expeditie geworden door eigenlijk de grote storm die er was. En ja, het weer is gewoon af en toe best wel heftig. We reizen, zei ik al, met de skelter, met de fiets en te voet. En we verblijven in een camper. Dus het is eigenlijk iedere keer reizen we een stuk en dan gaan we weer met openbaar vervoer terug. Als we aan het eind van de dag klaar zijn, dan tekenen we met stoepkrijt en dan gaan we hier direct ook doen. Een appel op de grond. En dat is dan meteen ons startpunt weer voor morgen om door te reizen naar Amsterdam. Maar ja, de reis gaat goed. En we worden wel wat moe, maar dat hoort erbij, hè? Het is voor het goede doel. Nou, er is wel echt een landelijke doorbraak gekomen. Kijk, we hadden natuurlijk ruim 7000 scholen aangeschreven, de 403 gemeenten aangeschreven en daar positieve reacties op gekregen. We merken dat scholen het heel leuk vinden, maar dat ze wel een beetje een drempel ervaren van, zullen we dan met z'n allen voor gaan en zullen we dan niet de ouders voor het hoofd stoten? Terwijl wij echt wel het idee hebben van nee, joh, ga ervoor, want je geeft de kinderen juist een kans. Maar sommige scholen hebben een zetje in de rug nodig.